बोलो सरनामी है हमार शान, बोलो सरनामी है बड़ा महान। Daar zijn we weer. Fijn om jullie allemaal te zien. Hartelijk welkom. Namaskar. Geweldig dat jullie weer hebben afgestemd om in ieder geval mee te doen aan deze Sernami-cursussen. En dat jullie in ieder geval hebben gedacht van, nou ja, dit geeft mij voordelen, dus ik blijf deze lessen volgen. Ik vind dat echt ontzettend mooi. Dank daarvoor. Nou, we hebben nu inmiddels 6 lessen gehad. Vandaag natuurlijk les 7. En ik hoop dat in ieder geval in die 6 lessen, in de afgelopen 6 lessen, jullie aardig wat van het Sernami hebben kunnen leren. Dus ik stel voor dat wij nu overgaan tot het behandelen van de achterzetsels in les 7. Paard, zaad. Paard, zaad me ham aplogan ke saad. Karak, chinha ke bare me baat karap. Ik zal het dus in les 7 met jullie hebben over achterzetsels. Nou, wat zijn nou precies achterzetsels? Achterzetsels zijn woordjes die de relatie eigenlijk tussen twee zelfstandigheden aangeeft. Het Sernami kent geen voorzetsels. Voorzetsels heten in het Sernami Vibhakti Chinha. Nou, dat bestaat dus absoluut niet, die Vibhakti Chinha. Maar in plaats daarvan kennen wij in het Sernami achterzetsels, Karak Chinha. Woorden die in het Nederlands als voorzetsels bekend staan, staan in het Sernami achter het woord. Dus achter het zelfstandig naamwoord of achter een voornaamwoord waar ze bij horen. En vandaar dat ze bekend staan dus als achterzetsels. Dus wat mij betreft is het ontzettend belangrijk dat jullie onthouden dat het Sernami geen voorzetsels kent, maar achterzetsels, omdat zeg maar die woordjes die de relatie tussen twee zelfstandigheden aangeven, dat zij achter het zelfstandig naamwoord of achter een voornaamwoord zeg maar geplaatst worden. Acht, onthouden dit. Erg belangrijk in het Sernami. Nou, ik ga jullie nu een paar voorbeelden geven. Nou, in het Nederlands zeg je in de kast, maar in het Sernami zeg je eigenlijk de kast in. Je ziet, hè, in is een voorzetsel, maar en dat komt dus voor de kast in het Nederlands, maar in het Sernami komt dat dus erachter. De kast in. Vertaald dus, kasi me. En dat is een goede Sernami zin, zeg maar. Hè? Kasi me, in de kast. Op de bank zeg je dan de bank op. Nou, dat is geen goede zin. Banghi per. Hè? De bank op. Banghi per. Waardoor op in het Nederlands een voorzetsel, in het Sernami een achterzetsel wordt. Het boek is in de kast. Het boek, kast, in, is de letterlijke vertaling. Bukwa kasi me hai. Zie je dat? Me komt na kasi. Het boek is op de bank. Bukwa banghi per hai. Dus per komt na banghi. Nou, vandaar dus achterzetsels. Er zijn 2 soorten achterzetsels. Je hebt dus te maken met primaire achterzetsels, zeg maar. Maar ook de achterzetsels die gevormd worden door ke en se. Nou, laten we kijken naar de primaire achterzetsels. De primaire achterzetsels zijn me voor in, per voor op en se betekent met, door, aan of uit. Nou, het hangt van de context af uiteraard. Nou, je ziet dat ik p tussen haakjes heb geplaatst. In de spreektaal gebruiken we heel veel p. Maar eigenlijk p is spreektaal, is niet schrijftaal. Dus voor op zeg je gewoon per, maar uiteraard p in spreektaal. En daarom heb ik dat dus gewoon meegenomen, zodat jullie dit makkelijker kunnen herkennen. Nou, de achterzetsels die gevormd worden met k en z, is de tweede categorie, zeg maar. K betekent van of aan. En ze heeft een tritsbetekenis. Kijk maar. Van, door, bij, dan, met, uit, tegen, aan, vanaf, met behulp van, door middel van. Nou, de context bepaalt natuurlijk wat het precies betekent. Maar dit moet je dus wel echt goed kennen. Omdat in elke
Of nou ja, ik moet zeggen, in zowat elke tsunami-zin komen deze woordjes voor. Naast enkelvoudige achterzetsels als me, per en ke, zijn er ook samengestelde achterzetsels. Ze beginnen meestal met ke. Nou, bijvoorbeeld, ke tere, betekent gewoon onder. Ke agelbagel, rondom. Ke khat, voor, omwille van. Ke khatir, zelfde, hè, voor of omwille van. Ke lage, bij. Of ke bina, zonder. Dus je ziet dat dit te maken heeft met wat wij dus noemen samengestelde achterzetsels. De meest voorkomende achterzetsels in het tsunami zijn, let op, hè, kijk naar deze lijst. Me, in, per, op of boven. Ke, van of aan. Se, van, door, bij, dan, met, uit, tegen, aan, vanaf, nou ja, goed. Maar ook kepaas, dichtbij, kesaat, samen, samen met, kekhaat, voor, kebina, zonder, tak, talak, hè, tot dat, kelage, bij, kekhilaaf, tegen, kesanghe, samen met, kebahar, buiten, kebitter, binnen of in. Keupper, boven. Keniche, beneden. Kebiche, middenin. Nou, tak en talak heb ik net ook gehad. Dus tot dat. Deze achterzetsels komen dus in het tsunami het meest voor. Achterzetsels in het tsunami zijn achtervoegsels bij persoonlijke voornaamwoorden. Of überhaupt bij voornaamwoorden. Maar ze worden losgeschreven van zelfstandige naamwoorden. Dus, als voorbeeld, van Sunil zeg je dan Sunil ke, los van elkaar. Van Sila, Sila ke. Op de tafel, tafra per. In de kast, kasi me. Van raam, raam ke. Van ons, hamlok ke. Schrijf je aan elkaar. Het is een persoonlijk voornaamwoord. Van u, aapke. Aan elkaar schrijven. Totdat iets, hè, opper, ipper. Opper zegt iets wat veraf van je staat. Ipper is dichtbij. Omen, immen, hetzelfde. Omen, veraf. Immen, dichtbij. En van mij, of mijn, hamke. Je ziet dus dat bij persoonlijke voornaamwoorden, of überhaupt bij voornaamwoorden, achterzetsels zoals ke, maar ook se, vastgeschreven worden. Van Sunil, Sunil ke, los van elkaar. Van ons, hamlok ke, vast aan elkaar. Dit is een regel die jullie gewoon moeten onthouden. Dus achterzetsels worden bij persoonlijke voornaamwoorden vast aan elkaar geschreven, maar bij andere zelfstandige naamwoorden niet. Wanneer achterzetsels in verband staan met de persoonlijke voornaamwoorden hum, tu, i en u, in zowel enkelvoud als in meervoud, dan nemen deze de bezittelijke vorm aan. Soms vervalt dan de vorm ke. Dus hum ke bina wordt hamar bina. Tu ke bina, tor bina. I ke bina, eker bina. Uke bina, oker bina. Dus let wel, hamke bina, tuke bina, ike bina, uke bina, etc. wordt niet gebruikt. Het is dus verworden tot de vorm hamar bina, tor bina, eker bina, oker bina. Dus hamke is hamar geworden, tuke is tor geworden. Nou ja, dat drukt dus de bezittelijke vorm als zodanig, zeg maar, uit. Hamar bina, zonder mij. Torbina, zonder jou. Ekerbina, zonder hem of haar. Okerbina, zonder hem of haar. Hangt van de positie af, hè? Nou, dan wil ik het hebben over de C en de K. Dit zijn inderdaad twee bijzondere achterzetsels in het tsunami. En er is heel veel hierover te vertellen. Komt gigantisch veel voor in het tsunami. Dus het is wat mij betreft nu voor jullie opletten geblazen.
Want dit kan soms erg ingewikkeld zijn. Nou, laten we in ieder geval proberen dit zo goed mogelijk te doen. En ik zal proberen dit ook zo goed mogelijk uit te leggen. Wanneer je het doorhebt, dan is het natuurlijk wel makkelijk te vatten. Maar het is wel nu even opletten. Nou, ik begin dus nu eerst met ke. Ke is, nou, a, een achterzetsel en duidt aan op bezit. Het kan dus aanduiden leidend voorwerp, een meewerkend voorwerp. Of het kan achter onbepaalde wijs een doel aangeven. Onbepaalde wijs, dat is een werkwoord, een heel werkwoord. Dus de infinitief, zoals dat heet in taalkunde. Dus een werkwoord dat nog niet vervoegd is. Dus een ke kan al deze vormen hebben. Nou, laat ik dan even met jullie doornemen, stuk voor stuk. Bezit. Dus als een achterzetsel betekent ke van en duidt bezit aan, dan ziet dat dus als zodanig uit. Sarnam ke janta vividhe. Sarnam ke janta vividhe. De bevolking van Suriname is divers. Ke drukt bezit uit. Hè? De bevolking van Suriname. De bevolking van Suriname is divers. Sarnam ke janta vividhe. Holland ke janta tiranga hai. De vlag van Nederland is driekleurig. Tiranga is driekleurig. Ke janda, Holland ke janda, drukt een bezit uit. Durga ke bahnoi jahal me hai. Durga's zwager is in de gevangenis. Sunil ke bahin, de zus van Sunil, Sunils zus, drukt bezit uit. Nou, dan gaan we kijken naar een leidend voorwerp, hè? Hoe ke zich daar manifesteert. Deo oke mare he. Deo slaat haar. U deo ke mare he. Ze slaat deo. U deo ke mare he. Dus hier wordt geen bezit uitgedrukt. Want het is niet van. Hè? U deo ke mare he. Ze slaat deo. Dus zo manifesteert ke zich, zeg maar, in de vorm van leidend voorwerp. In de vorm van meewerkend voorwerp manifesteert ke zich als volgt. Tu Ali ke boek dewe he. Jij geeft het boek aan Ali. Dus aan, hè, komt heel nadrukkelijk hier. Dus de betekenis van ke wordt, zeg maar, geven aan. Dewi oke kuch bole he. Dewi zegt aan hem iets. Aan, laten we weg. Dus Devi zegt hem iets. Devi oke kuch bole he. Tu Ali ke boek dewe he. Je geeft het aan hem. Nou, dat is dus meewerkend voorwerp. Zo drukt ke zich uit, zeg maar, in deze vorm. En tot slot, achter onbepaalde wijs om een doel aan te geven. Janandin manawe ke he. Let wel. Manawe is vieren. Manawe is niet nu hier het volledig werkwoord. Het is niet vervoegd. Manawe. Dat heet de onbepaalde wijs. Dus Janandin manawe ke he. Een verjaardag is er om te vieren. Is de letterlijke vertaling. Een verjaardag is er om te vieren. Janandin manawe ke he. Dus zo manifesteert ke zich ook. Ke is dus ook een vragend voornaamwoord. Erg belangrijk. Ke is dus ook een vragend voornaamwoord. Dan moet je kijken waar ik naartoe ga. Ke awe he. Wie komt er? U ke ke mare he. Wie slaat hij? Ke awe he. Wie komt? U ke ke mare he. Wie slaat hij? Dus een vragend voornaamwoord gevormd door ke. Ke in de vorm van keke. Hem keke boek dela. Aan wie geef ik het boek? U keke mare he. Wie slaat hij? Dus wat je ziet, hè, laten we kijken naar die eerste zin. Hem keke boek dela. In keke, in zin 1, is de eerste ke vragend voornaamwoord. Wie? En de tweede ke is eigenlijk achterzetsels voor meewerkend voorwerp.
Dus aan wie? Hem ke boekdela. Hem ke boekdela. Dus eerste keer is zeg maar vragend. En het tweede is dus meewerkend, zeg maar. En dat vormt samen, nou ja, die vragende wijze als het ware. Aan wie geef ik het boek? Als je kijkt naar zin 2. In zin 2 is de eerste keer vragend voornaamwoord. Wie? U ke marehe? En de tweede keer is leidend voorwerp. Wie slaat die? Hij slaat iemand. Dus met deze voorbeelden wil ik jullie laten zien dat ke ook dus in ieder geval heel nadrukkelijk een vragend voornaamwoord kan zijn. En dus waarmee je een vraag kunt stellen. Dan heb je het woordje ke in het woord keke. Kijk op die verbindingstreep. Het is niet die keke wat ik net behandeld heb, maar keke. Omdat het woord herhaald wordt, zit er een koppelteken ertussen of een verbindingstreepje ertussen. Keke awehe. Wie komen er? Keke. Wie komen er allemaal? Keke awehe. Dus wat je in deze zin ziet, in dit voorbeeld ziet, is dat in deze zin is kewi wordt herhaald om een meervoud te vormen. Om een meervoud aan te geven. Keke. Dus zodra je ziet dat keke met een verbindingstreepje geschreven staat, dan weet je één ding zeker, dat het hier gaat om een meervoudsvorm. Keke awehe. Keke khahe. Wie eten er allemaal? Keke huahe. Wie zijn er allemaal daar? Keke Sarnamja he. Wie gaan er allemaal naar Suriname? Keke Sarnam Ail he. Wie zijn er allemaal in Suriname gekomen? Dus meervoudsvorm wordt door keke aangegeven omdat het herhaald wordt en vandaar dus de verbindingsstreep. Zoals eerder gezegd kan ke dus ook gekoppeld worden aan persoonlijke voornaamwoorden wanneer ze de functie hebben van een leidend voorwerp of een meewerkend voorwerp. Ke wordt in dit geval aan het persoonlijk voornaamwoord vastgeschreven. Dat geldt niet voor andere zelfstandige naamwoorden of eigen namen. Nou, wat bedoel ik hiermee? Hamke is mij of aan mij. Toke, jou aan jou. Toke, de beleefdheidsvorm. Jij, u, aan jou, aan u. Oké, hem, haar, aan hem, aan haar. Ikke, hem, haar, aan hem, aan haar. Aapke, u, aan u. Je ziet, vrienden, dat ke vast zit, zeg maar, aan persoonlijke voornaamwoord. Dus, ke gekoppeld aan persoonlijk voornaamwoorden laten zien dat het hier gaat om een leidend voorwerp of een meewerkend voorwerp. Ke wordt in dit geval aan het persoonlijk voornaamwoord vastgeschreven. Dit moeten jullie ook goed onthouden. Hamlokke, ons, aan ons. Tulokke, jullie, aan jullie. Aapke, enkelvoud, u aan u. Aaplokke, in de meervoudsvorm. U aan u, u allen. Ulokke, hen, aan hen. Wanneer het veraf staat van je. Ilokke, hen, aan hen. Wanneer het dicht bij je staat. Nou, wanneer je dat benadrukt, zeg maar. Dus de persoonlijke voornaamwoorden benadrukt worden. Dan wordt ke nog steeds vastgeschreven. Maar dan in deze vorm. Hamlogenke. Met dezelfde betekenis, hè? Ons aan ons. Tulogenke, jullie aan jullie. Ulogenke, hen aan hen. Ilogenke, hen aan hen. Aaplogenke, u aan u. Ik heb dit uitgelegd, hè? Aaplog, u. Aaplogen, wanneer het gaat om een specifiek groep mensen. Dus wanneer je de nadruk wil leggen. Hamlog, hamlogen. Nou, je kent dat wel. Nu zie je dat ke gewoon eraan gekoppeld wordt. Maar, kijk naar deze zin. Deo ke boek, devi ke gharme. Deo ke boek, devi ke gharme.
Deo en Dewi, nou, dat zijn namen. Zelfstandig namen. Maar het zijn geen persoonlijke voornaamwoorden. Dus dat betekent gewoon dat het los van elkaar geschreven wordt. Nou, dan gaan we nu kijken naar se. Nou, kijk naar al deze betekenis van se. Van, door, bij, dan, met, u, tegen, aan, vanaf, met behulp van, door middel van. Nou ja, betekent dus, of kan dus heel veel betekenen. Laten we twee groepen onderscheiden. Persoonlijk voornaamwoord en zelfstandig naamwoord. Nou, hum wordt hamse vast aan elkaar. Ghar is een zelfstandig naamwoord. Ghar se, vanaf thuis, vanaf huis, los van elkaar. Tu, to se, auto, auto, met de auto, auto se. U, o se, pasina, betekent zweet. Pasina se. I ese. Chapa, chapa se. Chapa is een foto. Of een schilderij. Aap, aap se. Sahar, sahar se. Sabal se. Etcetera, etcetera. Maar bij de persoonlijke voornaamwoorden gaan we dan even verder kijken. Hamlok, hamlok se of hamlogan se. Tulok, tulok se. Tulogan se. Ulok, ulok se. Ulogan se. Ilok, ilokse, ilogense. Aplok, aplokse, aplogense. Kort en goed. Echt eigenlijk makkelijk. Bij persoonlijk voornaamwoorden wordt se gekoppeld aan het persoonlijk voornaamwoord. Of het nou enkelvoud is of meervoud. Of het nou benadruksvorm is of niet. Vast aan elkaar. Maar bij zelfstandig naamwoorden. Never, nooit. Altijd los van elkaar schrijven. Zo eenvoudig is het. Goed. C staat altijd achter het persoonlijk voornaamwoord en wordt aan het persoonlijk voornaamwoord vastgeschreven. C staat ook altijd achter het zelfstandig naamwoord. In dat geval wordt C niet vast aan het zelfstandig naamwoord geschreven. Ik herhaal het maar bij deze nog een keer, zodat het gewoon in jullie hoofd belandde. En zodat je dat nooit vergeet. Echter, soms staat C zelfs achter een bijvoeglijk naamwoord. In dat geval heeft C eigenlijk de betekenis van een bijwoord. Nou, bijwoorden die zijn er gigantisch veel. Ik ga dat in deze les, ook in een toekomstige les, niet echt behandelen. Omdat ik graag allerlei andere belangrijke dingen wil behandelen. Maar dat komt gaandeweg de conversatielessen gewoon wat mij betreft naar voren. En dan zal ik het ook duiden. Maar onthoud één ding, C komt soms achter een bijvoeglijk naamwoord voor. En in dat geval wordt het een bijwoord. Dus laten we kijken naar het voorbeeld. U apen se surar me acha se rahe hai. U apen se surar me acha se rahe hai. Ze leeft goed bij haar schoonfamilie. Acha se is goed. Is een bijwoord in dit geval, hè? Mooi se rahyoja. Ik zeg dat heel erg vaak. Mooi se rahyoja. Het gaat jullie allemaal goed. Het gaat u allen goed. Mooi se. Se is dan, heeft de functie van een bijwoord. En staat dus achter het bijvoeglijk naamwoord mooi. Net zoals se achter het bijvoeglijk naamwoord acha staat. En heeft dus de functie van een bijwoord. Let op. Achterzetsels kunnen uitgang op een e veroorzaken bij een direct voorafgaand zelfstandig naamwoord en eventueel daaraan verbonden voornaamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Deze kan ook weggelaten worden. Nou, voorbeeld. Okre haat he me. Je ziet, je kan ook zeggen okar haat me. Okar haat me hai, okre haate me hai. Nou, beide variaties kunnen, maar bij de ene leg je dus de nadruk. Hè? Dus die e geeft een soort nadruksvorm. Ekre batia kaat ke ham chal gaili. Ekar baat kaat ke ham chal gaili. Dus na hem geïnterrumpeerd te hebben, ben ik vertrokken. Ekar baat kaat ke ham chal gaili. Normale zin. Maar ekre batia kaat ke ham chal gaili. Ja, dus van hem, hè, krebatia.
Dus je legt de nadruk op wat voor interruptie het ging, als het ware. Of bij wie. U apne maise bolis. U apen maise bolis. Dus u dusar koi maise na bolis he. Niet een andere moeder, apne maise bolis. Eigen moeder. Maar u apen maise bolis kan. Ze heeft het aan haar moeder verteld. Dus, wat ik met deze drie voorbeelden wil laten zien, is dat achterzetsels kunnen zowel bij een zelfstandig naamwoord een e veroorzaken, of bij voornaamwoorden en bijvoeglijke voornaamwoorden. Ik heb het in deze les, les 7, met jullie allemaal gehad over achterzetsels. Achterzetsels heel erg belangrijk in het Sarnami, omdat voorzetsels gewoon in het Sarnami niet bestaan, zoals dat het geval is in het Nederlands, omdat het achter, zeg maar, een zelfstandig naamwoord, een persoonlijk voornaamwoord, een bijvoeglijk voornaamwoord komt. Vandaar dat het achterzetsels heten en niet voorzetsels. Ook hebben we gekeken naar de diverse functies, zeg maar, van achterzetsels en hun schrijfwijze indien ze gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld zelfstandige naamwoorden of persoonlijk voornaamwoorden. Ik heb toen tegen jullie gezegd, bij persoonlijke voornaamwoorden worden achterzetsels K en C altijd gekoppeld aan het persoonlijk voornaamwoord, terwijl dat niet het geval is bij zelfstandig naamwoorden. Verder hebben we ons dus heel nadrukkelijk geconcentreerd op de achterzetsels K en Z en de diverse functies die dat met zich meebrengt. Nou, kort en goed, beste vrienden en vriendinnen. Vandaag was het een korte les, maar wat mij betreft een mooie les over achterzetsels. Ik hoop dat ik er in ieder geval in geslaagd ben om vandaag jullie duidelijk te maken wat achterzetsels zijn in het Sarnami. Neem de les nog eens een keertje door. Bekijk de achterzetsels. Onthoud dat wat je moet onthouden. Het is eigenlijk wat mij betreft een makkelijke les. Heb je vragen? Stuur mij een e-mail. sarnamibhasa@gmail.com. Ga uiteraard ook naar de website. Daar kun je ook bij contacten gewoon een e-mail sturen. Je kunt mij altijd middels de e-mail bereiken en dan zorg ik ervoor dat jullie in ieder geval op jullie vragen antwoord krijgen. Na afloop van dit filmpje, zeg maar, zie je de adressen nog eens een keertje uitgeschreven. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie betrokken blijven, dat wanneer jullie vragen hebben, dat jullie die vragen blijven sturen. En ik zal in ieder geval jullie aangetakt houden. Nou, kort en goed, dit was hem dan voor deze keer. Volgende keer een gigantisch belangrijke les. We gaan het hebben over werkwoorden. Dat wordt een hele lange les. Maar nogmaals, daarover volgende keer. Deze keer is het Samapen, dus het is het einde. Mooi Sarahyoja, het gaat jullie goed en ik zie jullie graag bij de volgende les. Want dan zullen we het hebben over werkwoorden. Tot ziens!